Goedenavond. Hartelijk welkom. Ga lekker zitten. Bij het tweede Science Café Den Haag. Ontzettend leuk dat je... Spannend onderwerp, space. Misschien zit u nog helemaal in zomerse temperaturen. Maar we gaan de ruimte in. En ik vind dat we een prachtig programma hebben vanavond. Het is hartstikke divers. Er zullen ook onderwerpen voorbij komen waarvan u misschien van tevoren dacht... Nou, daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Ik doe een greep uit de onderwerpen ruimterecht. Misschien heb je echt nog nooit over nagedacht. Ja, hoe gaat dat eigenlijk als je een rode Tesla de ruimte instuurt? Mag dat zomaar? En als wij met z'n allen op vakantie gaan naar de ruimte, zijn we dan ineens gezanten der mensheid, zoals astronauten? Of bent u eigenlijk gewoon een hele ordinaire ruimtereiziger? We gaan het hebben over satellieten. Zoals u misschien weet, dreigt klimaatverandering. En satellieten kunnen ons helpen om dat in kaart te brengen. Als u denkt, nou, ik denk dat het inderdaad zover komt dat die aarde niet meer te redden valt met die klimaatverandering. Dan kunt u een derde verhaal horen of we dan misschien op Mars kunnen gaan leven. Dan moet je kansen open houden. En zo ja, wat ga je dan eten op Mars? En je kan niet alles meenemen, wat gaan we daar verbouwen? Wat zou u het liefst willen kunnen eten op Mars? Thai food. Oké. Wat zou u het graag het liefst willen eten op Mars? Mars, ja, vind ik ook een goed idee. Ja. Wie van u zit hier stiekem omdat hij denkt, ja, ik zou nog wel in mijn leven de ruimte in willen? Nou, ik denk 10%. Wie zegt nou echt nooit, ik wil echt niet de ruimte in. Blijf lekker bij de benen op de grond. Dat is ook een groep die daar hele sterke gevoelens bij heeft. En volgens mij is de rest nog een beetje aan het twijfelen. Van, ik weet niet of ik de ruimte in wil. Ik ga het aan het einde van de avond nog een keer vragen. En wie weet zijn mensen dan enthousiast geworden omdat ze denken, nou lekker Thai food eten op Mars of lekker Mars eten op Mars. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Dat zijn de onderwerpen die voorbij komen. De sprekers vanavond zijn Tanja Masson-Zwaan, Jochen Landgraaf en Angelo Vermeulen. En dat is een hartstikke internationaal gezelschap. We hebben iemand uit Nederland, we hebben iemand uit Duitsland oorspronkelijk en uit België. Ze zitten hiervoor trouwens, dus je kunt ze al zien. En wat we gaan doen is dat zij één voor één een kort college geven van een kwartiertje. En daarin geven ze eigenlijk de meest spannende onderwerpen natuurlijk uit hun vakgebied. Speciaal voor jullie hier, Science Café Den Haag, bespreken zij. Dat doen ze in die volgorde. En als je nou een goede vraag hebt, dan wil ik je vragen of je hem even wil bewaren. Dus aan het einde van die drie korte colleges, dan ga ik met deze microfoon de zaal in. En dan ga ik jullie vragen verzamelen. Ik heb natuurlijk ook zelf wat vragen bedacht, maar misschien hebben jullie superveel vragen. En dan houd ik gewoon mijn mond. Ik ben trouwens Eveline Vrijswijk, had ik even kunnen zeggen. Ik ben wetenschapsjournalist en presentator. En heb de eer om het Science Café te presenteren. Het is een beetje warm natuurlijk vandaag. Dus ik hoop dat jullie er een beetje bij blijven. En we gaan een hele spannende avond doen. Ik vertel er ook bij dat we midden in de sizzling summer of space zitten. En daarvoor wil ik de eerste spreker van vanavond vragen om naar voren te komen. Dan vraag ik haar even wat dat eigenlijk is, de sizzling summer of space. En dat is Tanja. Kom naar voren, Tanja Masson-Zwaan. Dankjewel. Tanja krijgt zo natuurlijk het podium. We zitten midden in de sizzling summer of space. Laten we er nu alvast even op gaan staan trouwens, want dan zien jullie ons beter. Wat is dat, de sizzling summer of space? Oh, ik sta natuurlijk al met mijn microfoon, ik heb hem niet nodig. De sizzling summer of space is een concept wat we hebben bedacht om te begeleiden. Een zomercursus die vorige week hier is begonnen. Die is geopend overigens door Onze Koning in Noordwijk bij ESTEC. En dat is een 9-weekse cursus van de International Space University. En dat heet het Space Studies Program. En daar zijn 135 jonge mensen uit 35 verschillende landen in Leiden, Delft, Den Haag en Noordwijk allerlei aspecten van de ruimtevaart aan het bestuderen. En omdat we daar graag een blijvende impact voor Nederland wilden creëren, hebben we daar omheen dus die Sizzling Summer of Space bedacht met een aantal events die voor het publiek ook toegankelijk zijn om de ruimtevaart wat steviger op de kaart te zetten hier in Nederland. Want heel veel mensen denken er niet heel vaak over na en realiseren zich niet wat er allemaal gebeurt, maar de ruimtevaart is heel belangrijk en ook in Nederland doen we er heel erg veel aan. Dus vandaar de Sizzling Summer of Space. U kunt op de
website www.sizzlingsummerofspace.nl alle publieke events vinden en zich daarvoor opgeven. Dus tot eind augustus zijn er heel veel leuke dingen te doen. Ja, en deze avond heeft daarbij aangesloten het Science Café Den Haag. En we dachten, nou, dat is mooi om daarbij aan te sluiten. En je hebt je er echt hard voor gemaakt om dat te organiseren, hè? Je dacht, dat moet echt in Nederland... De International Space University bestaat al 30 jaar. Dit is de 31ste keer. En het is voor het eerst dat dat in Nederland is. Dus dat is een hele mooie gelegenheid en een mooie eer dat wij dit mogen organiseren. Dus we zijn er hard mee bezig. Ja, nou, Tanja Massonswaan heeft een heel bijzonder vakgebied... ruimterecht, en ze gaat daar nu een college over geven aan jou, de klikker. Een hartelijk applaus, Tanja Massonswaan. Dankjewel. En als ik klik, dan komt hij. Ja, komt hij? Je kan klikken bij de computer. Klikken. Oh, ik moet hier oprichten. Zo. Ja? Oké, goed. Ik heb met Evelien een aantal onderwerpen afgesproken die ik kort wil toelichten vanavond. En dat zijn er drie. Het ruimtetoerisme, een botsing tussen satellieten in de ruimte en ruimtemijnbouw. En dat zijn drie vrij actuele onderwerpen waar ik me op het moment mee bezig hou. Maar ik zal ook een beetje de context van wat ruimterecht is en waarom het bestaat proberen toe te lichten in dit kwartiertje. Het ruimterecht is eigenlijk ontstaan al best wel lang geleden, toen de Sovjet-Unie in 1957 voor het eerst een satelliet de ruimte in inschoot, de Sputnik 1, is eigenlijk meteen de Verenigde Naties bij elkaar gekomen, zijn landen bij elkaar gekomen om regels te proberen af te spreken voor het gedrag van staten in de ruimte. En de hele insteek was op dat moment eigenlijk dat men een wapenwetloop in de ruimte wilde vermijden en dat men heel graag het gebruik van de ruimte voor vreedzame doeleinden wilde garanderen. En dat is de reden dat er binnen de Verenigde Naties een comité is opgericht en dat heet het COPUOS in het Engels, het Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, of het Comité voor het Vreedzaam Gebruik van de Ruimte. En dat is gevestigd in Wenen. En daar zijn op het moment zo'n 90 landen lid bij, waaronder natuurlijk Nederland. En binnen dat comité is een vijftal internationale verdragen opgesteld. En het belangrijkste daarvan is wat we in het kort noemen het ruimteverdrag. Dat dateert uit 1967, dus vorig jaar hebben we de 50ste verjaardag van dat verdrag gevierd. En daar zijn inmiddels meer dan 100 landen partij bij. Er zijn ook nog vier andere verdragen die over meer specifieke onderwerpen gaan en die wat andere beginselen meer specificeren, zoals het astronautenverdrag en het aansprakelijkheidsverdrag en het maanverdrag en het registratieverdrag. Dus die vijf verdragen vormen zeg maar het internationale recht wat het gedrag van staten in de ruimte regelt. Wij zijn partij bij alle vijfde verdragen, maar dat laatste verdrag, het maanverdrag, is eigenlijk een verdrag dat maar door minder dan 20 landen is geratificeerd, is getekend. En dat zijn geen van wat we noemen de space powers, dus niet Amerika, niet Rusland, niet China, niet India. En ik zal straks, als we het over ruimtemijnbouw hebben, een beetje proberen uit te leggen waarom dat is, maar dan weet u dat even om dat even in uw gedachten te houden. Als je het over ruimterecht hebt, ik werk in Leiden bij de universiteit en daar hebben we een instituut voor lucht- en ruimterecht. Heel vaak komen lucht- en ruimterecht worden samen met elkaar behandeld, onderwezen. Maar eigenlijk is het best wel grappig, want ze zijn eigenlijk heel erg verschillend. Het luchtrecht is gebaseerd op soevereiniteit van staten. Je mag niet door het luchtruim van een ander land vliegen zonder dat je toestemming hebt van dat land. Dus de soevereiniteit, de rechtsmacht van dat land gaat door tot in de lucht. Maar in de ruimte geldt eigenlijk een vrijheid. Is het gebruik en exploratie van de ruimte zijn vrij. En geen enkel land is soeverein over de ruimte. Dus het is een heel verschillend concept. Maar het grappige is dat er niet officieel een grens bestaat tussen de lucht en de ruimte. En dat is een vraagstuk dat al meer dan 40 jaar op de agenda van die COPUOS in Wenen, van dat comité, staat. Maar waar landen misschien eigenlijk ook wel niet een antwoord op willen vinden. Want ze vinden het ook wel makkelijk dat het een beetje zo'n grijze zone is. Want je kunt dan natuurlijk spionagesatellieten ophangen en daar hoef je geen toestemming voor te vragen. Dus het zijn meer politieke redenen dan dat het nou echt zo moeilijk is.
dat er geen grens tussen de lucht en de ruimte bestaat. Oké, dan ga ik naar mijn eerste onderwerp, het ruimtetoerisme. U weet misschien dat in 1961 voor het eerst een mens de ruimte inging. Weet u hoe die heet? Yuri Gagarin, precies. En dat was een hele jonge Rus uit het leger. En die werd in een raket geplaatst en ging een rondje in een baan om de aarde. En dat was daarmee de eerste mens die de ruimte inging. Nadat ze natuurlijk ook experimenten hadden gedaan met hondjes zoals Laika en de Amerikanen met apen enzovoort. Maar de Russen wonnen dat deel van de space race. Die waren de eerste met een mens in de ruimte. De Amerikanen waren vervolgens de eerste met een mens op de maan. Er zijn in de jaren 70 totaal 12 mensen op de maan geweest. En sinds die jaren 70 zijn we er nooit meer terug geweest. Dus het is echt wel iets heel bijzonders. Dus of wij met ruimtetoerisme, wat nu best wel af en toe in de krant staat, waar u misschien wel eens over gelezen heeft, of dat nu de toekomst is en of we inderdaad in de toekomst een reisje naar de maan kunnen maken, dat is de vraag. Maar er zijn bedrijven mee bezig, zoals bijvoorbeeld Richard Branson met een bedrijf dat heet Virgin Galactic. En nog een aantal andere mensen die allerlei concepten verzinnen met raketjes of een vliegtuig of met een raketje erop of wat dan ook. Om mensen, privé mensen, die wel een flinke portemonnee hebben, naar wat zij noemen de ruimte te brengen. Maar dan nogmaals, is het niet echt duidelijk of ze inderdaad naar de ruimte gaan, omdat, zoals ik zei, er niet dus officieel een grens is tussen lucht en ruimte. Maar dat is natuurlijk wel hun marketingconcept. Deze bedrijven zeggen, u wordt astronaut, u gaat naar 100 kilometer en dan bent u in de ruimte. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om te weten of dat inderdaad zo is, om te weten wat voor recht op dit soort mensen van toepassing is. Als u een vliegtuigkaartje boekt en uw vliegtuig is overboekt of uw koffer raakt kwijt of er is een ongeluk, dan zijn er hele gedetailleerde regels in het luchtrecht die zeggen, u heeft recht op schadevergoeding, u krijgt als u 5 uur vertraging heeft, krijg je een paar honderd euro enzovoort. In het ruimterecht bestaat dat allemaal niet, want we hebben eigenlijk tot nu toe alleen maar ongeveer 500 mensen gehad die de ruimte in zijn gegaan. En dat waren vooral mensen die in dienst waren van hun nationale agentschap. Dus je hebt NASA-astronauten en ESA-astronauten enzovoort. Maar nog niet echt heel veel privé-mensen. Er zijn wel wat privé-burgers die de ruimte in zijn geweest. Die zijn naar het International Space Station geweest. En dat hangt op ongeveer 400 kilometer boven onze hoofden. En daar zijn, ik geloof, 7 mensen naartoe geweest. Die moesten wel daarvoor $30 miljoen betalen. Dus dat is niet voor mij in ieder geval weggelegd. En dat noemen we dus orbital space travel of orbitale vluchten. Maar je kunt ook dus suborbitaal, dat betekent dat je eigenlijk omhoog gaat en weer naar beneden gaat. Dus je gaat niet in een rondje om de aarde. Ik ben een jurist, ik kan het niet beter uitleggen. Misschien dat mijn collega's dat wel kunnen. En daar is dus de vraag inderdaad, zijn die objecten vliegtuigen of zijn het raketten? Is het luchtvaart of is het ruimtevaart? En zijn ze astronauten of zijn ze gewoon passagiers? En de juridische consequenties zijn dus eigenlijk heel erg verschillend. Ik zal er niet al te veel verder op ingaan. Wat gebeurt er nou als er 2 satellieten botsen met elkaar in de ruimte? Tweede casus die ik wilde bespreken. De ruimte wordt steeds voller. Er zijn steeds meer satellieten die gelanceerd worden. Steeds meer landen willen satellieten lanceren, maar ook steeds meer bedrijven en ook universiteiten bijvoorbeeld. Hè. Dus binnenkort zijn er misschien wel individuen die hun eigen satellietjes gaan lanceren. En ze kunnen tegenwoordig heel klein zijn, zo klein als een melkpak en dat noemen we CubeSats. Er zijn projecten die willen honderden, zo niet duizenden van die kleine satellietjes lanceren. Om bijvoorbeeld internet te geven aan alle mensen op de wereld die dat nog niet hebben. Wat dus op zich heel mooi is. Maar het betekent wel dat de ruimte steeds voller wordt. En dat dus het gevaar van botsingen ook wel groeit. En er zijn dus heel veel objecten in de ruimte die daar rondzweven en die een gevaar zijn voor de andere objecten.
Het recht is er niet heel erg duidelijk over. Dat ruimteverdrag wat ik noemde zegt wel, je mag niet de ruimte of je mag het niet activiteiten van andere landen verstoren. En je moet zorgen dat je niet de ruimte besmet. Maar het is niet echt een hele duidelijke plicht die zegt, je mag geen ruimtepuin veroorzaken. Dan zijn er dus wel wat we noemen niet bindend recht of soft law, waar de Verenigde Naties een aantal richtlijnen heeft samengesteld. Die bijvoorbeeld zeggen, je moet zorgen dat je satellieten niet exploderen aan het einde van hun leven. Of je moet zorgen dat je ze weer terugbrengt door de dampkring. Maar stel dat er inderdaad nou zo'n botsing plaatsvindt, dan zijn er dus regels die zeggen wie er aansprakelijk kan zijn. En die zijn eigenlijk verschillend met naarmate er schade in de ruimte zou plaatsvinden. He, dus zeg dat er een botsing is en daardoor wordt een derde satelliet beschadigd. Het is natuurlijk allemaal hele dure technologie. Of je kan hebben dat een object door die botsing door de dampkring terugkeert op aarde. En er zijn een heleboel van die objecten, u ziet het op het plaatje, die inderdaad neerstorten. Gelukkig bestaat de aarde voor ongeveer 3/4 uit water. Dus er zijn nog geen catastrofale ongelukken gebeurd. Maar er zijn er eigenlijk verschillende regels. Als er zo'n botsing in de ruimte is en er ontstaat schade in de ruimte, dan is er een soort aansprakelijkheid, dat noemen we een schuldaansprakelijkheid. Je bent alleen aansprakelijk als er schuld kan worden bewezen. En dat is natuurlijk niet zo makkelijk als zo'n satelliet op een paar honderd kilometer hangt. Moest jij uit de weg, had rechts voorrang. Er zijn geen verkeersregels in de ruimte. En dat is eigenlijk nu de ruimte steeds meer voller wordt, is dat ook iets waar we naar kijken. Space traffic management noem je dat. Net zoals je luchtverkeersleiding hebt, zijn we bezig met kijken naar de noodzaak voor space traffic management. Mocht je op aarde schade veroorzaken, dan geldt een absolute aansprakelijkheid. Dus dan maakt het niet uit of er schuld is of niet, kun je aansprakelijk gesteld worden als land. Het grappige van het ruimterecht is dat we helemaal geen jurisprudentie hebben. Er is dus nog nooit een geval voor bijvoorbeeld het internationaal gerechtshof hier in Den Haag gebracht, waar landen elkaar hebben aangesproken voor schade. Waarschijnlijk omdat er ook niet echt iets heel erg ernstigs is gebeurd en gevallen zijn meestal via diplomatieke weg opgelost. Maar we hebben dus geen toepassing van dat recht en daar zitten we ergens natuurlijk een beetje op te wachten, want het zou wel heel leuk zijn om te weten hoe dat nou besloten zou worden. Tenslotte dan ruimtemijnbouw. Dat is eigenlijk een activiteit waar ik me veel mee bezig hou. Want er zijn bedrijven in Amerika, in Japan, in Luxemburg, die hulpbronnen die op de maan of op andere hemellichamen zoals asteroïden aanwezig zou kunnen zijn. En die bedrijven willen gaan ontginnen en commercialiseren. En dan moet je aanvankelijk denken aan het gebruik van die hulpbronnen in de ruimte. Ja, dus we hebben het nog lang niet over terugbrengen naar de aarde, want dan moet je weer gaan lanceren vanaf de maan en dan maakt het allemaal heel erg kostbaar. Dus daar is voorlopig waarschijnlijk nog geen business case voor. Maar als je in de ruimte water vindt en je kunt dat splitsen en je kunt daar brandstof van maken en je kunt daardoor van de maan naar Mars, daar willen we ook straks over praten, dan is dat een hele interessante oplossing. Want dan hoef je niet al die brandstof vanaf de aarde mee te nemen. Iedere kilo die je lanceert is heel erg kostbaar. Dus het zou heel erg interessant zijn als dat zou mogen. Maar de vraag is, mag dat volgens dat ruimterecht? Er is een bepaling in dat wederom dat ruimteverdrag uit 1967 die zegt, je mag geen hemellichamen toe-eigenen. Een land mag niet zeggen, ik plant mijn vlag, nu is dit stukje van de maan van mij. Net zoals dat natuurlijk in het Wilde Westen wel gebeurde. Er is dus geen soevereiniteit in de ruimte. De Amerikanen hebben natuurlijk wel hun vlag geplant, maar hebben dan meteen ook wel erbij gezegd, dit is niet om soevereiniteit te claimen, dit is puur om te laten zien dat we trots zijn dat we als eerste op de maan waren. Wat dus onduidelijk is, is of die niet-toe-eigening-bepaling ook geldt voor die hulpbronnen. Op het moment dat je platinum uit een hemellichaam haalt, ben je dan dat hemellichaam aan toe-eigenen of mag je dat toe-eigenen, terwijl je niet eigendom over dat hemellichaam zelf kunt hebben. Dus dat is een enorme internationale discussie, ook binnen de Verenigde Naties wederom. In Leiden hebben we ook een grote werkgroep daarover opgericht, waar we al een aantal jaren met een heleboel verschillende stakeholders aan het praten zijn over hoe we dit zouden kunnen reguleren. Want het moet natuurlijk niet een soort gold rush worden, een race naar het Wilde Westen, zoals
zoals dat vroeger in Amerika gebeurde. We zouden graag willen dat dat op een geregelde manier plaatsvindt, wat ook in het belang is van die bedrijven zelf. Dus er zijn wel weer wat internationale regels, maar ze zijn niet heel erg duidelijk. Dat maanverdrag, dat laatste verdrag, wat ik in het begin noemde, weet u nog, wat maar minder dan 20 landen heeft als partij, die zegt er wel vrij specifiek iets over. Die zegt, je moet dan een internationaal regime gaan maken met een lichaam die daar licenties gaat uitdelen, dus als een nieuwe internationale organisatie. En die hulpbronnen die moeten ten goede van de hele mensheid komen. Ze zijn de common heritage of mankind. En dat is een concept wat uit het zeerecht komt en wat heel politiek beladen is. En dat is eigenlijk de reden dat al die space powers, zeg maar, die grootmachten in de ruimtevaart, dat verdrag niet hebben willen ondertekenen. Want die vinden dat te ver gaan. En ik denk dat de grootste challenge daar is dat je een evenwicht gaat vinden tussen de belangen van die pioniers, van die investeerders, want die heb je natuurlijk ook nodig. Dit is niet een activiteit die landen of space agencies zelf zullen gaan doen. Dus je hebt die bedrijven en die pioniers nodig. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook heel belangrijk dat die grondbeginselen van dat ruimterecht, vreedzaam gebruik, ten gunste van de hele mensheid, dat op een of andere manier gewaarborgd wordt. En ik denk dat dat de grootste uitdaging is, hoe we dat moeten gaan doen. Amerika en Luxemburg hebben nationale wetten daarover uitgegeven, omdat dat internationale recht dus geen duidelijke antwoorden gaf. En dat is denk ik een eerste stap. Krijgt ook best wel veel kritiek van landen als Rusland, maar ook België bijvoorbeeld. Die zeggen nee, we moeten dit internationaal doen. Maar het probleem is natuurlijk dat het in de Verenigde Naties allemaal heel langzaam gaat en die industrie die staat aan de deur te kloppen en die wil vooruit. Die wil weten waar ze aan toe zijn voordat ze investeren. Dat geeft u heel kort een beeld van wat ik noem een gebied in ontwikkeling. Het ruimterecht, zoals ik net aan Evelien ook zei, wat ik nu onderwijs aan studenten in Leiden is heel anders dan wat ik 10 jaar geleden onderwees. Toen ging het echt alleen maar over die VN-verdragen en astronauten als gezanten der mensheid. En nu zijn het allemaal spannende nieuwe commerciële initiatieven die denk ik de mensheid ten goede kunnen komen. Op voorwaarde dat we bepaalde antwoorden en bepaalde safeguards, bepaalde garanties kunnen geven dat het niet de spuigaten uitloopt, om het maar zo te zeggen. Dus wij houden ons daarmee bezig en dat is een heel interessant gebied. En ik denk dat ik het daarbij wil laten. Ik hoop dat het binnen de tijd is. Dank u wel voor uw aandacht. Dank je wel, Tanja Basson-Zwaan. Bewaar je vragen nog heel even, hè? Want die mag je aan het einde stellen. De volgende persoon, en ik pak gewoon alvast even symbolisch de klikker vast. Jochen Landgraaf, applaus. Oh, de geluid moet nog aan. Ja? Even technische onderbreking. Ik krijg even hulp. Ik vertel even dat Jochen Landgraaf houdt zich bezig met satellieten. En die satellieten kunnen ons wat meer vertellen over luchtvervuiling en over klimaatverandering. En dat doet hij bij Esron. Dat moet je even uitleggen. Esron, wat is dat? Esron zit in Utrecht. Werkt de microfoon? Ja. Zit in Utrecht en we doen ruimteonderzoek. Dus we hebben astronomen, we hebben mensen die naar de atmosfeer van de aarde kijken. En met behulp van satellieten doen we onderzoek. Ja. En hoe doe je dat onderzoek? Zit je achter je computer? Ik zit veel achter mijn computer. Dus die data komen binnen, we gaan ze interpreteren. Er zijn andere mensen die zitten in een clean room en gaan gewoon instrumenten ontwikkelen. Heel divers. Ja. Nou, jij gaat ons vertellen het antwoord op een hele spannende vraag. Ik geef jou bij de klikker. Nog een applaus. Jochen Landgraaf. Ja, hartelijk bedankt en goede avond. Voordat ik begin over klimaat te praten, over luchtvervuiling, over broeikasgassen, een heel andere vraag. Heeft u een mobieltje bij u? Jazeker, iedereen heeft tegenwoordig een mobieltje bij zich. Ik ook. Wat ik heel vaak doe op mijn mobieltje is naar het weer-app te kijken. Op mijn werk, als ik naar huis moet fietsen, even kijken of ik in het droge nog naar huis kom of misschien nog 20 minuten doorwerken. Even kijken hoe het weer bij mijn ouders in Duitsland is. Plannen voor het weekend, wordt het weer goed of niet?
En dat we dat allemaal kunnen doen, heeft te maken met een enorme vooruitgang in de meteorologie, het vak van de weerkunde. En dat is zo begonnen, ja, 1950. Met computers konden we opeens weermodellen draaien, maar ook met metingen, een nieuwe vorm van metingen, gebruikmakend van instrumenten op satellieten. De eerste satelliet werd gelanceerd door de VS in 1960. Hij heette Drios 1. En wat die satelliet eigenlijk deed, was foto's maken, zwart wit vanuit de ruimte. En dat was toen enorm spectaculair. Tegenwoordig denken we, nou ja, wat is dat nou? Maar wat je kan zien, zijn wolken. En door naar wolken te kijken, kon je zien waar de lage en hoge drukgebieden zaten. En hoe die veranderen in de loop van de tijd. En dat was extreem belangrijke informatie voor de weervoorspelling. De satelliet deed het een paar weken, maar het was de eerste stap. En daarna volgden heel veel andere weersatellieten. Tegenwoordig hebben we satellieten die dat soort foto's maken. Wat we zien is Groenland, Zuid-Groenland. En we zien wolkenstrepen, we noemen dat wolkenstraten. En die geven ons aan hoe de wind waait. Dus we zien heel mooi hoe vanuit het westen de wind waait naar het oosten toe en dan zo'n beetje indraait. En daardoor zien we precies dat hier in het oosten van Groenland een lage drukgebied zit. Heel mooie foto. Maar we meten veel meer vanuit de ruimte. We meten temperatuur, we meten de luchtdruk. En de afgelopen jaren hebben we steeds meer ook gekeken naar de samenstelling van de lucht. De lucht die wij inademen. Even herhalen hoe het nu precies zit met de samenstelling van de lucht. 78% is stikstof. Dat kent denk ik iedereen. 21% zuurstof. Gelukkig, daar zijn we ook hartstikke blij mee. Dan hebben we nog 1%. En van dat 1% is 0,9% argon. Van mijn onderzoek uitgezien best saai, is een edelgas. En dan hebben we 0,1%. En in dat 0,1%, dat kleine stukje van de taart, zitten heel veel sporengassen. En dat vind ik nou interessant. Wat zijn dat? Gaan we maar inzoomen wat die sporengassen allemaal bevatten. Nou, nu moet het eigenlijk rood worden. Hier hangt iets. Nee, doet het niet. Computer science. Sporengassen. Dus wat zit in die 0,1%? Het meeste is koolstofdioxide, CO2. Een broeikasgas. Van mens geëmitteerd, een heel belangrijke. Het belangrijkste broeikasgas in de atmosfeer. Dan hebben we twee edelgassen. Neon en helium, weer niet zo heel erg interessant. En dan komt methaan. Dat vind ik heel erg interessant, daar werk ik aan. Dat meten we. Methaan is de ene naast belangrijkste broeikasgas in de atmosfeer. Dan hebben we lachgas. En ik praat ook vandaag nog een beetje over koolmonoxide. Koolmonoxide is een stof die vrijkomt door een verbranding op een lage temperatuur. En vertelt ons daardoor iets over waar precies vervuilingsprocessen plaatsvinden op aarde. Daarom is het heel erg interessant deze stof te meten. Maar hoe kan je nou sporengassen in deze lage concentratie van oude ruimte meten? Dat vind ik best spannend eigenlijk. Wat we doen is, we kijken naar het zonnelicht, wat terug wordt gekaatst van de aarde. Dus het licht gaat door de atmosfeer heen, door de dampkring, wordt gereflecteerd door wolken of aan de aardoppervlakte, en gaat dan weer door de atmosfeer heen naar de satelliet. En daar meten we het. En we meten het licht op verschillende kleuren. En die sporengassen, op bepaalde kleuren gaan ze licht absorberen, gaan ze het opeten. Dus het ontbreekt opeens in de meting als er sporengassen aanwezig zijn. Wat we meten is een spectrum, noemen we dat. De hoeveelheid licht als functie van kleur. En dan ziet u dat dipje daar. En daar gaat nu een sporengas het licht absorberen. En de diepte van het dip zegt ons iets over de hoeveelheid van vervuiling in de atmosfeer. Nou, deze vertaalslag doen we uiteindelijk met computers, maar dat is het idee erachter. Nou, nu komt de spannendste dag van mij,
voor mij van het afgelopen jaar. Het was de lancering van Tropiomi. Het was een vrijdag, 13 oktober. Tropiomi is een instrument gebouwd grotendeels in Nederland, gelanceerd op een raket van, op een satelliet van ESA, op een Russische raket. Dus een best grappige combinatie. De laatste keer dat ik iets heb gezien van het instrument was een week voor de lancering. We zien hier de neuskegel open en we zien de satelliet. De zonnepanelen aan de zijkant, die worden later in de ruimte rond opengevouwen, dat we gewoon energie hebben. En bovenop, dat is ons instrument, de Tropiomi. Daarmee meten we. In de ruimte vliegt het precies omgekeerd, het instrument kijkt naar beneden. Dat is alleen zo hier in de raket. Nou, neuskegel dicht, werd hij op die raket gezet en gelanceerd. En nu denkt u misschien, hoppa, en nu meten we. Nee, dat is niet zo. Dat duurt. Het zijn heel spannende dagen, weken. Je zet naast elkaar, na elkaar zet je al die instrumenten aan, de satelliet aan, kijkt of alles goed werkt. Dan moet je het instrument koelen, afkoelen op min 130 graden. Dat duurt ook weer een tijdje. En uiteindelijk krijgen we de eerste data binnen op 9 november. En dat was echt een feestje. Mijn feestje hier. Nou, even terug. Dat waren de eerste data van Tropiomi. Een hele overzicht over de hele aarde. Rood betekent veel koolmonoxide, blauw weinig. Dus we zien veel koolmonoxide over Afrika. Daar heb je branden, savannebranden. En daardoor krijgen we die emissie van koolmonoxide. Hetzelfde over Zuid-Amerika. We hebben ook bosbranden gehad toen in Australië. En we zien de vervuiling in China en India. Nu kunnen we even kijken hoe het in Europa eruit ziet. Op dat plaatje best saai. Maar als we inzoomen, nu wil ik het goed doen, en even naar Italië kijken, dan zien we het volgende. In het Po-vallei, waar we een van de grootste industriegebieden in Europa, zien we een flinke vervuiling door de mens. Door menselijke activiteit. Dus heel mooi dat we zoiets kunnen meten. Een ander voorbeeld. 1 week geleden, misschien heeft u het gehoord, BBC heeft daar uitgebreid over verteld, de veenbranden rond Manchester. Op 27 juni brandde het. Nou, we dachten, hoho, even kijken. Misschien kunnen we die branden ook zien in ons data. Dus die dag erna hebben we meteen daarna gekeken. In principe komen die data 3 uur na de meting beschikbaar voor ons. En toen, misschien kunt u het zien, dat is Engeland. Manchester is in de midden. En dan ziet u heel leuk die bluim van koolmonoxide naar de zee toe waaien. Over de zee kunnen we helaas niks meten op die dag. Het was te mooi weer. En dan de zee is heel donker, dus we krijgen daar geen signaal. Maar als je dan verder kijkt, over Ierland, zie je dan dat die bluim gewoon doortrekt. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi als wetenschapper, maar als je zelf woont, is het ietsje anders. Dus die mensen hadden wel ook problemen qua gewoon die emissies door die branden. Ik wil nog iets zeggen over methaan. Een broeikasgas, dus over het klimaat. Dat zijn data van de eerste maand die we hebben gemeten over methaan. Methaan is enorm moeilijk te meten. Dus daar mag geen wolk aan de hemel zijn. Anders kunnen we niet meten, anders zijn die data niet betrouwbaar genoeg. Dus we moeten heel streng selecteren op wolkenvrije metingen. En dus daarom hebben we ook niet de perfecte afdekking hier. Maar toch goede metingen over de VS, Zuid-Europa hier, Afrika, gaat verder naar Azië. Dan hebben we de tropen. In de tropen heb je altijd wolken. Of bijna altijd. Dus heel moeilijk om te meten. Maar in het zuiden hebben we voldoende data. Nou, nu gaan we naar 1 plek kijken. De zogenaamde Zat in Zuid-Soedan. Dat is een moerasgebied. In het moeras heb je bacterie en deze gaan methaan produceren. Dus je krijgt kleine bubbeltjes in het water die langzaam naar boven gaan. En dat is dan een emissie van methaan naar de atmosfeer toe. Dus kunnen we dat meten? Nou, we hebben naar dat gebied gekeken. Ik moet weer hier naartoe gaan.
En dat is dat kleine blekje hier. Dus als we inzoomen en kijken wat die data ons gaan vertellen, dan zien we precies op de plekken waar de moeras is, verhoogde methaanwaardes. Dus we kunnen dat soort emissies meten. En nu gaan we niet alleen naar natuurlijke bronnen van methaan kijken, zoals een moerasgebied, maar ook naar de VS, waar fracking bijvoorbeeld gebeurt, daar hebben we ook methaanemissies. Zijn we nu druk bezig om hier te kijken of we iets uit die data kunnen halen. Ja, waar gaat het naartoe? We zitten met ons satellieten ergens bij die rode lijn. Dus we hebben al een paar satellieten gelanceerd, maar ESA en Europa heeft enorm ambitieuze plannen. En u ziet dat een heleboel satellieten aankomen. En we willen deze satellieten gebruiken om de verandering van het milieu en milieuproblemen vanuit de ruimte in kaart te brengen. En dat gaan we de komende jaren doen en willen dat over de komende 30 jaar continu meten met het idee dat we beleidsmaker advies kunnen geven, dat we natuurlijk ook wetenschap kunnen doen. Maar voor u is er al een appje, luchtkwaliteit. Die app zijn er, kunt u downloaden. Over de kwaliteit hiervan kan je vragen stellen, maar de data die wij nu met Tropomi produceren, gaan daar naartoe en u kunt daar naar kijken. Dat wil ik u vertellen. En de app heet Air Visual. Is dat de naam van de app? Of, Ja, dat is al de App Store. Ja. Ja, nou. Maar er zijn heel veel andere ook. Kijk, al die satellietdata wordt voor u beschikbaar gemaakt. Ja. Dankjewel, Jochen. We hebben nu gekeken naar dat ruimterecht. Er zijn allerlei regels in het recht. We hebben gekeken hoe satellieten ons hier op aarde helpen met meer kennis te vergaren over klimaatverandering en hopelijk beter beleid. En we sluiten af met een mogelijkheid om naar Mars te gaan. En wat gaan we dan eten? Hartelijk applaus, Angelo Vermeulen. Hij is van huis uit bioloog, hij is kunstenaar en heeft een Marsmissie eigenlijk nagedaan. Daar gaat hij alles over vertellen. Ik wil ook van jou weten, wat zou jij willen eten op Mars? Wel, dat ga ik nu vertellen natuurlijk. Niet alvast een Thai food en Mars? Gaan we horen. Oké, Angelo Vermeulen. Merci. Zo. Ik had eigenlijk een presentatie van een half uur voorbereid, dus ik ga een dubbele snelheid moeten vertellen. Als we denken aan voeding in de ruimte, is dit echt een iconisch beeld dat heel veel mensen onmiddellijk in hun hoofd hebben. Dat is voedsel uit een tube of pillen. Men heeft het daadwerkelijk ook geprobeerd. Bij het begin van de ruimtevaart heeft men getracht om dit als een nieuw concept voor astronauten te gaan gebruiken. Er zijn heel veel voordelen met dit soort benadering van voeding voor een astronaut. Het is compact, het weegt niet veel. Je hebt geen enkel vork of mes of bord nodig. Het kruimelt ook niet en je kan het heel snel opeten. En bovendien kan je het zo samenstellen dat de astronaut eigenlijk heel veel van het voedsel opneemt en eigenlijk weinig naar het toilet moet gaan. Dus dit leek de ideale oplossing. Dit is totaal niet gelukt. De Amerikaanse astronauten hebben zeer snel in opstand gekomen, gezegd van dit willen we niet meer eten, we willen menselijk voedsel. Bij de Russen hebben ze het een beetje langer volgehouden, maar uiteindelijk zijn die ook overstag gegaan. En vandaag de dag ziet het voedsel in de ruimte er heel anders uit. Men heeft gezocht wat er mogelijk is om in de ruimte aan de astronauten aan te bieden. En vandaag de dag zie je eigenlijk volwaardige maaltijden die vacuümverpakt zijn, waar je gewoon heet water moet bijdoen, die heel snel klaar zijn en zo kunnen opgegeten worden. Een van de meest favoriete voedingsproducten die je hier kan zien, is de tortilla, de flour tortilla. En de reden dat dit zo populair is, is omdat die gecustomized kan worden. Ik ben zo gewend om dit in het Engels uit te leggen dat ik voortdurend aan het vertalen ben. Maar je kan dus eigenlijk die tortilla kan je zelf gaan samenstellen. Je kan er eigenlijk zelf mee gaan variëren. Bovendien, een tortilla kruimelt ook weer niet. Het is eigenlijk een ideale, snelle snack in de ruimte. Nu, er zijn een aantal uitdagingen als we praten over voeding in de ruimte. En die zijn niet zo eenvoudig om allemaal samen te brengen en te combineren. Het eerste is, als je mensen lange tijd voorbereid voedsel voorschotelt, dus kant-en-klare maaltijden, ontwikkelt men na verloop van tijd toch een zekere voedselmoeheid, in het Engels menu fatigue. Men gaat dat toch vervelend vinden en men verliest zijn eetlust. Ondanks het feit dat het lichaam objectief gezien eigenlijk voedingsstoffen nodig heeft. Een ander aspect is natuurlijk de bewaring.
Er is geen plaats en geen energie en geen mogelijkheid om in ruimteschepen grote koelkasten te gaan installeren op diepvriezers. Dat lukt niet. Dus je moet eigenlijk voedingsmiddelen gaan meenemen die je lang kan gaan bewaren. Je kan niet heel veel naar de ruimte meebrengen, we hebben het daarnet ook al even gehoord. Het kost heel veel om middelen om allerlei stoffen naar de ruimte te brengen, dus je wilt alles qua gewicht minimaliseren. Maar tegelijkertijd, ondanks het feit dat je niet heel veel kan meenemen, dat je voedingsmiddelen moet meenemen die lang bewaard kunnen worden, moet je wel letten op de gezondheid van de astronauten natuurlijk. Je moet wel denken aan, zijn er genoeg vitaminen in die voedingsmiddelen, zijn er genoeg calorieën in die voedingsmiddelen. En het combineren van die uitdagingen is best wel ingewikkeld. Ik ga gewoon een aantal strategieën bespreken waarmee men eigenlijk probeert om dat voedingsvraagstuk in de ruimte op te lossen. Momenteel, zoals ik al zei, dus verscheept men eigenlijk kant-en-klare maaltijden naar de ruimte. Nu, een mogelijke oplossing om dat probleem van die voedselmoeheid aan te pakken zou kunnen zijn dat je astronauten toelaat om te gaan koken. Kokende astronauten. Dat kan natuurlijk alleen maar als ze op een plek zijn waar een beetje zwaartekracht is, zoals op de maan en Mars, maar het is een interessante gedachte. En het is daarnet ook al aangekondigd, ik heb deelgenomen aan een Mars-simulatie voor NASA een aantal jaren geleden. Het is de High Seas-missie. High Seas is eigenlijk een programma dat opgericht is met financiering van NASA om na te gaan wat de effecten zijn van langdurige isolatie van kleine groepen mensen in kleine ruimtes. Ik heb daar samengeleefd met 5 andere mensen, waren met 3 mannen en 3 vrouwen, en we hebben daar 4 maanden opgesloten gezeten in een koepel van 11 meter diameter. En dan het leven op Mars nagebootst. Het geeft je een kort beeld van hoe zo'n ruimte eruit ziet. We hadden wel een kleine privéruimte, een kleine slaapkamer waar we ons 's avonds konden terugtrekken, maar verder was het eigenlijk een heel publieke open ruimte natuurlijk. En daar deden wij ons onderzoek en onze dagelijkse activiteiten, alsof we op Mars leefden en daar allerlei onderzoek aan het doen waren. We mochten af en toe naar buiten, maar dan moesten we ruimtepakken dragen. Dit zijn geen echte ruimtepakken, dit zijn ruimtepak-simulatoren. Het is eigenlijk een soort pseudo-ruimtepak. Een echt ruimtepak kost heel veel geld. Dat was niet mogelijk. Maar dit soort pakken bemoeilijkt je bewegingen en het isoleert je ook van de buitenwereld. Nu, wat wij gedaan hebben tijdens die missie, we hebben een heel aantal wetenschappelijke onderzoeken gedaan, maar ons belangrijkste wetenschappelijk onderzoek was precies een voedingsstudie. En wij waren eigenlijk gevraagd om te onderzoeken of het überhaupt interessant is om astronauten toe te laten om te gaan koken. Dus we kregen aan het begin van de missie een hele hoop shelf-stable ingredients, ingrediënten die je lange tijd kan bewaren, en verder geen instructies. Wij mochten eigenlijk gaan improviseren met die ingrediënten. En de voedingsstudie bleef natuurlijk wel wetenschap, werd als volgt opgevat. Wij mochten zelf gaan experimenteren met die voedingsmiddelen, maar we moesten dan wel elke portie voedsel die we op een bord legden, moesten we wegen, filmen, een evaluatieformulier helemaal invullen voor we het hadden opgegeten. En als we het dan hadden opgegeten, moesten we opnieuw een evaluatieformulier invullen. Gedurende 4 maanden, voor elke snack en elke maaltijd en elke drankje dat je verorberde. Dus ik kan je vertellen, als je dan buiten komt, als de missie voorbij is en je hebt je eerste ontbijt zonder papierwerk, dan ben je natuurlijk heel blij. Nu, er werd eigenlijk enorm creatief gekookt. Ik was er zelf eigenlijk verbaasd van. Ongeveer de helft van mijn crew waren enorm getalenteerd, vond ik. We hebben prachtige maaltijden kunnen verzinnen. Ik beschouwde mezelf een beetje medium. Ik ben niet zo'n spectaculaire kok. Maar daar valt dus wel heel veel mee te doen met het koken van je eigen maaltijden, specifiek met de ingrediënten die je al lange tijd kan gaan bewaren. Nu, wat zijn een aantal conclusies? Langs de ene kant niet verwonderlijk. Wij moesten bijvoorbeeld eigenlijk, dat heb ik nog niet toegelicht, maar het blijft, zoals ik al zei, het was een wetenschappelijke studie. Wij aten 2 dagen als controlereferentie astronautenvoedsel en dan 2 dagen koken. 2 dagen astronautenvoedsel, 2 dagen koken. Het zelfgekookte voedsel was het meest populaire. Dat verwondert natuurlijk niemand. Maar het is ook interessant om te zien dat heel duidelijk werd, en dit wordt ook bevestigd in de literatuur, dat de mens in zo'n condities heel erg gaat verlangen wat men in het Engels noemt comfort food. Ja, dat is eigenlijk het voedsel dat je kent vanuit je kindertijd. Hele eenvoudige dingen. Dat verschilt heel erg van cultuur tot cultuur. Voor ons, Europeanen, is dat vaak brood en
Aardappelpuree was ook heel populair bijvoorbeeld. We hadden dan vlokken. Nutella was ook zeer populair. Dus allemaal hele basic zaken zo. Dus geen spectaculaire eigenaardige voedingsmiddelen, maar heel basic dingen. Nu, iets anders waar ik het nu wat korter over moet hebben, is dat het koken ook een heel gunstig effect heeft op een groep. Een groepsdynamiek. Samen koken, creatief zijn, voedsel delen met elkaar, feedback geven daarop, heeft een heel duidelijk positief effect op de missie. Dat heb ik zelf heel erg ervaren, want ik was de commandant van de missie. En dus mijn rol was toch vooral om te zorgen dat de groep samen bleef en om goed aan te voelen of de groep effectief goed functioneerde. En ik merkte toch dat dit een zeer gunstig effect had. Nu, dit is een mooie anekdote die een beetje aangeeft waar ik het nu vandaag vooral over heb. Dat is, mensen zijn geen robots. En dus de mens proberen om een tube voor te schotelen als maaltijd, dat lukt dus niet. Dit is een mooie anekdote waarbij men bij het oorspronkelijk ontwerp van het ruimtestation geen tafel heeft voorzien. Er is geen zwaartekracht. Waarom zou je een tafel nodig hebben? Astronauten hebben onmiddellijk gezegd, breng een tafel. Wij willen op het einde van de dag als mensen samen kunnen eten. Dan kleven we er wel velcro en magnetische strips op, zodat we alles op de tafel kunnen kleven. Maar wij willen een tafel. En nu is er dus een tafel in het ruimtestation. Dat geeft toch heel erg aan dat de mens meer is dan een soort een machine die je puur kan benaderen vanuit een ingenieursperspectief. We zijn ook cultureel natuurlijk. Zo kort een aantal andere zaken die ik wil aanstippen. Er is een hele idee in ontwikkeling om ook voedsel te gaan 3D-printen. Dus dat heeft een aantal voordelen natuurlijk, waarbij je eigenlijk denkt aan het feit dat je heel veel verschillende soorten maaltijden met een beperkt set ingrediënten zou kunnen gaan printen. En dat je eigenlijk ook, naar gelang de behoeften per persoon, een andere maaltijd kan gaan printen. Dat je bijvoorbeeld bepaalde stoffen die een bepaalde persoon mist, dat je die specifiek kan toevoegen aan die maaltijd. Er zijn ook heel wat nadelen aan natuurlijk. En ik vind persoonlijk een van de grootste nadelen is dat de ingrediënten van het 3D-printen van voedsel, dat zijn zeer erg verfijnde en industriële voedingsmiddelen, niet zo gezond natuurlijk. En bovendien is er een gebrek aan gevarieerde texturen. Je krijgt een beetje een saai soort maaltijden. Dus het is nog een beetje koffiedik kijken of dit effectief zal doorbreken. Nu, als we verder kijken in de toekomst, we gaan niet kunnen blijven voedsel, voorbereide maaltijden kunnen meenemen van op de aarde, of koken in de ruimte met voedingsstoffen die we meenemen, met ingrediënten die we meenemen van de aarde. Op een bepaald moment gaan we zelfsustaining moeten zijn, gaan we zelfvoorzienend moeten zijn. En dan denken we eigenlijk aan het kweken van voedsel in de ruimte. Ik heb tijdens mijn Marsmissie, mocht ik een beetje voedsel kweken, mocht geen groenten kweken, maar mocht wel scheuten kweken. Daar heb ik dan mee geëxperimenteerd. En dat werd erg geapprecieerd door de crew. Maar als je dan kijkt naar die idee van space farming, een beetje voorbij het kweken van een aantal groenten, dan zie je heel vaak op internet en in de media dit soort beelden. Mooie serres op Mars. Dan krijg je zo'n soort groen beeld op een rood oppervlak. Prachtig, een prachtige beeld voor illustratoren. Nu, dit zal waarschijnlijk niet gebeuren. Er zijn een aantal redenen voor. Er is één, niet zo heel veel licht op Mars. Er is wel licht natuurlijk, maar toch een pak minder dan op aarde. Bovendien zijn er stofstormen die het licht dan nog verminderen. En dat stof gaat dan ook nog eens op het glas liggen natuurlijk. Maar het grootste probleem van die serres is dat je eigenlijk voortdurend bestraald wordt op het oppervlakte van Mars. En dat is eigenlijk niet zo gunstig. Dus wat er eerder zal gebeuren, is dat men onder de grond of in structuren die bedekt worden door de grond van Mars, daarin zal men gaan kweken. Dus men praat dan eigenlijk over een soort van gecontroleerde groeikamers. En die gecontroleerde groeikamers zijn in volle ontwikkeling. Dit is een voorbeeld van zo'n groeikamer die vorig jaar van start is gegaan in Antarctica, ontwikkeld door het Duitse ruimtevaartagentschap met een heel aantal partners. En dit is eigenlijk een kamer waarin onder volledig gecontroleerde omstandigheden het licht, temperatuur, de luchtkwaliteit, de nutriënten in het water, men gebruikt geen grond, maar men gebruikt een hydrocultuur, op die gecontroleerde manier wordt er eigen groente gekweekt die aan de mensen kunnen worden gegeven die daar ook werken. Het is eigenlijk een eerste stap om zoiets een realiteit te maken. Nu, als we praten over het kweken van voedsel in de ruimte, zijn er ook al experimenten gebeurd in de ruimte zelf. Dit is een heel mooi voorbeeld van Don Petty. Dat is een Amerikaanse astronaut die eigenlijk zonder toestemming de eerste is geweest om planten in de open ruimte in het Internationaal Ruimtestation te gaan kweken. Dat moet je wel durven. NASA is zeer strikt
en is zeer bezorgd over contaminatie. En hij, ik heb hem ontmoet ook, hij heeft gewoon een aantal zaden in zijn broekzak gestopt en is die beginnen kweken in de ruimte. Fantastisch verhaal waar je meer over kan vinden op internet. Het is een heel mooi experiment dat er dit jaar aankomt. Dat is ook weer opnieuw van het Duitse ruimtevaartagentschap. Dat is een satelliet waarin tomaten gaan gekweekt worden in de ruimte. En het mooie is dat die satelliet kan ronddraaien en op die manier artificiële zwaartekracht kan genereren. En men gaat eigenlijk op die manier tomaten kweken met een zwaartekracht van de maan en dan 6 maanden later opnieuw tomaten kweken, maar dan met de zwaartekracht van Mars. En het mooie is dat die tomaten worden gevoed door urine. Het is niet dat er een technieker voor de lancering een beetje staat te plassen in de satelliet voor ze gelanceerd wordt. We gebruiken synthetische urine, maar het idee is eigenlijk, er zijn ook bacteriën in die satelliet en die bacteriën breken de urine af en geven zo voedingsstoffen aan de plant. Dus eigenlijk het begin van een soort mini-ecosysteem. En dit brengt me tot het laatste onderdeeltje van mijn presentatie, het concept van circulaire ecosystemen. Velen onder jullie zullen dit wel nog kennen, denk ik, de Biosphere 2-experiment in Arizona van de jaren 90. De eerste poging om mensen met planten op te sluiten in een volledig geïsoleerd systeem. Met het idee dat de planten zuurstof voorzien en voedsel voorzien voor de mens. En zo dat eigenlijk de planten en de mensen elkaar voortdurend in leven houden. Dit is flink mislukt. Er zijn allerlei redenen voor. Een van de redenen was dat het ecosysteem zelf niet zo goed opgezet was. Het was eigenlijk vooral een visuele verbeelding. Men heeft eigenlijk bijvoorbeeld een mini-oceaan willen opzetten. Men heeft ook een mini-savanne willen ontwikkelen. Maar het probleem is, ik ben ecoloog, een mini-oceaan, als je bijvoorbeeld een groot zwembad neemt en daar probeert een oceaan van te maken, dat functioneert niet zoals een oceaan. Dat kan ook niet natuurlijk, dat is veel te klein. Dus het is heel gevaarlijk om vanuit een puur visueel standpunt zo'n ecosysteem te gaan ontwikkelen. Je moet eigenlijk functioneel gaan denken. En dat is nou precies wat het MELISA-programma doet van de ESA, waar ik al 9 jaar mee verbonden ben. Zij ontwikkelen ook een ecosysteem om de mens in leven te houden, in de ruimte, maar vanuit een functioneel perspectief. En kort samengevat komt het erop neer dat dit ecosysteem neemt alle afvalstoffen die uit de mens komen. CO2, zweet, toiletafval, en breekt die geleidelijk af via een aantal bacteriële compartimenten en maakt zo voedingsstoffen voor planten die opnieuw zuurstof en voedsel voorzien voor de mens. En daar zijn zij dus, jullie gaan een aantal beelden zien, al jaren mee bezig en het ziet er veel technologischer uit dan die biosfeer. Ja, de koppige. Zo. Dus, om af te sluiten... Oeps, hier was ik een beetje vroeg. We hebben het even gehad over de verschillende voedselsystemen voor astronauten in leven te houden in de ruimte. Op dit moment zijn dat voorbereide maaltijden. Op termijn kan daar het koken aan toegevoegd worden en op verdere termijn zal er uiteindelijk in de ruimte voedsel gekweekt worden. Langs de andere kant kunnen we ook heel veel leren van dit soort onderzoek. Als ik daarnet beschreef dat men aan het zoeken is naar circulaire ecosystemen waarbij de mens eigenlijk een onderdeel wordt van een voedingssysteem, is het ook interessant om dat uiteraard op aarde te gebruiken, om eigenlijk meer circulair te gaan denken. En tot slot, als we denken over het creëren van een voedingsaanbod in de ruimte, moeten we ook cultureel gaan denken, wat ik daarnet al verteld heb. Dus niet de mens puur benaderen vanuit een mechanistisch standpunt. En dit brengt me tot een laatste punt. Op een bepaald moment zal de mensheid op Mars gaan wonen. Zullen er ook mensen op Mars geboren worden? Die mensen die op Mars geboren worden, die zullen stilaan een andere voedingscultuur ontwikkelen natuurlijk. En hun idee van comfortfood zal stilaan veranderen dan wat wij denken dat comfortfood is. En wat je krijgt, is dat je een soort van Martiaanse cuisine gaat krijgen. En we gaan dus effectief naar een toekomst waarbij je, als je het 's avonds take-out wilt gaan bestellen, dat je niet alleen kan kiezen uit Thaise keuken of Indisch, maar dat er ook een Mars aanbod zal zijn. Dank u wel. Dank je wel. Je mag op het podium blijven. Ik wil jullie allebei uitnodigen om op het podium te gaan staan. Er komen ook stoelen aan. Misschien wil iemand helpen om... Dimitri komt even helpen. Ja, er komen even stoelen aan. Dan kunnen jullie laid back in de talkshow setting lekker even zitten. En ik heb gewoon al even een vraag voor Tanja, terwijl we een stoelendans hier doen. Ik zet hem ook eventjes op de... Ja, zo. Tanja, hoe kijk jij nou naar de verhalen van de beide heren met de satellieten? We zien heel veel extra satellieten erbij komen. En als op Mars mensen gaan wonen, krijgen we daar ook Marsrecht? Hoe kijk jij naar die verhalen? Nou, dit is cliffhanger. Dat zijn natuurlijk
hele spannende ontwikkelingen en hele interessante ontwikkelingen. En zijn ook weer ontwikkelingen waar ook weer juridische aspecten aan zitten. Want het lanceren van een satelliet, daar moet weer aan bepaalde regels worden voldaan. En vooral dat verhaal van Mars, van Angelo. Veel mensen vragen wel eens van als er nou zo'n settlement, een vestiging op Mars komt, wat voor recht geldt daar dan? Gaan zij dan ook hun eigen recht maken? En dan zeg ik meestal, ja, zolang mensen die in een basis op de maan of op Mars gaan wonen afhankelijk zijn van de aarde voor inderdaad die supplies, of het nou koken is of kant-en-klare maaltijden, zal ook ons rechtssysteem van toepassing zijn. Maar op het moment dat ze inderdaad helemaal zichzelf gaan onderhouden, dan denk ik ook dat daar een eigen rechtssysteem zal ontstaan. Want dan hebben wij natuurlijk eigenlijk niks meer met hen te maken en te doen en over hen te zeggen. Dus over al deze verhalen zitten ook weer juridische aspecten. Dus het laat zien dat overal in meespeelt. We moeten niet meer in zuilen denken en we moeten met elkaar in interdisciplinaire manier met elkaars vakgebieden omgaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Dat is toch Marsrecht, krijg je dan. Gewoon een eigen planeet met eigen recht. Ja. Ik ga naar jullie, naar de zaal, want ik kan me voorstellen dat er heel veel vragen zijn bij al deze verschillende verhalen. Ik kom naar je toe gerend of gelopen. Ja. Moet je melden als je naar het heelal gaat, als je de ruimte ingaat als commercieel bedrijf? Heb je verplichtingen? Ja, dat is een vraag voor mij, denk ik. Inderdaad, dat hoort, want het ruimterecht is zo gebouwd dat landen verantwoordelijk zijn voor nationale activiteiten. Dus als je als individu of als bedrijf een activiteit wilt uitvoeren, dan is jouw land daarvoor verantwoordelijk. Dus het is in het belang van dat land om daarvoor bijvoorbeeld een vergunningensysteem op te stellen, waarin ze ook een verplichting tot verzekering opnemen. Stel dat er zo'n botsing komt en stel dat we het over een bedrijf in Nederland hebben, dan kan Nederland als land worden aansprakelijk gesteld voor schade. Dus dan heeft Nederland er belang bij dat we zo'n systeem hebben, een vergunningensysteem, waarin Nederland dan weer terug kan gaan naar dat bedrijf om die schade te vergoeden. Ja, dus het land is verantwoordelijk om te zorgen dat het bedrijf zich netjes gedraagt. Dus je mag zeker niet zomaar vanuit je achtertuin een satellietje de ruimte inschieten. Was je dat van plan? Misschien, ja. Ja, ze hebben lekker eten daar. Ja. Andere vragen? Is dat een hand of een zonne? Ja. Een zonnescherm. Andere vragen? Ja. Ik heb een vraag voor Tanja. Je hebt een aantal regels genoemd, hoe vaag ook. Maar is er ook al nagedacht over sancties? Nou, het internationale recht is altijd een land tussen soevereine staten. En je kan een land niet in de gevangenis zetten, zeg ik dan meestal. Stel dat het inderdaad tot een geschil komt, dan kan dat door een internationale rechtsbank of een arbitragetribunaal kan dat beslecht worden. En daar kan dan een sanctie worden opgelegd. Maar je kan moeilijk dat afdwingen, tenzij er echt een hele grove schending van het internationale recht zou plaatsvinden. Stel dat er inderdaad een land een kernwapen in de ruimte hangt, dan zou je dus kunnen krijgen dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties sancties oplegt en die kan dan sterker optreden. Maar in beginsel is internationaal recht een recht tussen landen waar je heel veel uitgaat van de morele druk en de morele verplichtingen. Dus ze kunnen elkaar aanspreken binnen de VN. Dus dat soort gevolgen zijn het meer. Op nationaal niveau kan je natuurlijk wel sancties krijgen. Dus als we dat voorbeeld van zo even, als een bedrijf de vergunningsvoorwaarden schendt, dan kan de overheid de vergunning terugtrekken of een sanctie opleggen of dat soort zaken. Maar in het internationale, tussen landen is dat altijd wat moeilijker. Maar aan de andere kant werkt het wel. Er zijn natuurlijk altijd wel problemen, maar over het algemeen wordt er vrij goed omgegaan met de plichten die landen met elkaar afspreken, omdat het ook in hun eigen belang is. Maar ik denk natuurlijk aan de MH17 dan. De MH17 wordt...
Ja, dat is heel typisch een luchtrecht kwestie. En daar houdt mijn collega in Leiden zich mee bezig. Maar dat, dan heb je het inderdaad over een strafbare daad, waar een land natuurlijk niet de civiele burgerluchtvaart mag storen door een vliegtuig zomaar neer te schieten. En daar komt denk ik ooit wel een rechtszaak van waar Nederland Rusland aanklaagt. Hè. Dat werd aangekondigd door de regering. Dus we zullen zien hoe dat gebeurt. Dat is toen met de Lockerbie-ramp is dat destijds ook gebeurd. Toen is hier in Kamp Zeist is een internationale onafhankelijke rechtbank geweest die dat geschil heeft beslecht en inderdaad ook beslissing heeft gegeven. Maar dat is een ander vakgebied dan het ruimterecht. Maar het ligt is veel te dichtbij. Ja. Ja. Ook nog een vraag of inmiddels al beantwoord? Nee, ik had ook nog een vraag. Ja, kom ik ook naartoe en daarna naar u. Ik heb ook een vraag voor Tanja. Ik heb wel eens een website gezien waarin stukjes maan verkocht worden, inclusief certificaten. Ja. En dat zou helemaal in orde zijn, maar ik vraag mij dus af hoe juridisch houdbaar is dat? Of is het gewoon pure oplichterij? Ja, het is gewoon fraude. Dat is meneer Hoop, hè, Dennis Hoop, die heeft een website, die heet Lunar Embassies. Je kunt inderdaad die website opzoeken. Ik geloof dat het $30 kost of zo. Je krijgt inderdaad precies een certificaat van welk stukje maan of Mars of wat dan ook je hebt gekocht. Maar dat is niet rechtsgeldig. Ik heb dat beginsel uitgelegd van niet-toe-eigening, wat in dat ruimteverdrag staat. En hij zegt dan, hij heeft ook een hele juridische pagina op die website, en hij zegt, ik ben een individu, ik ben geen partij bij dat verdrag, dus ik heb daar niks mee te maken. Dus ik mag de maan wel verkopen. Dus, maar dat klopt natuurlijk niet, want wij zijn als Nederlands staatsburger afhankelijk van onze staat die ons rechtspersoonlijkheid geeft. En als een land bepaalde dingen vastlegt in een verdrag, moet hij ook zorgen dat zijn rechtssubjecten zich daaraan houden. Dus een individu kan nooit meer rechten hebben dan zijn land heeft. Want dan zou ik ook kunnen zeggen, ik mag ook een kernwapen in de ruimte hangen. En dat mag ik natuurlijk ook niet. Ja. Dus het is een leuk stukje papier wat je boven je bed kan hangen. Maar je zou die meneer kunnen aanklagen voor fraude, denk ik. Nou, dit zijn wel de praktische tips vanavond. Hè? Doe het niet, koop het niet. Meneer. Ik heb een vraag voor alle drie mensen, om het zo te zeggen. Ik ben geweest in het leven een bedrijfstoerist met Delftse achtergrond. Ik heb altijd meegemaakt in mijn werk, en het is vaak dat ik jullie voor wil leggen. Volgens mijn inzichten zijn op ons gedrag altijd de natuurwetten van toepassing. Menselijke wetten hebben daar geen invloed op. U zegt, mevrouw, jurist, de atmosfeer en de ruimte heeft geen grens. Ik zou zeggen van, kijk naar boven, 150 kilometer hoogte, is de thermosfeer boven de 1400 graden Celsius, met moleculaire gewicht van beneden 35. Het is een heel duidelijke grens. Dus de grens? De grens van de huid van moeder aarde. Want eronder vindt alle warmtewisselingen plaats en is in mijn ogen de thermodynamische hoofdwetten van toepassing. Dus waar doen we zo moeilijk over? Er is eigenlijk een hele duidelijke grens. Ja, goede vraag. Maar wat ik ook probeerde aan te geven is dat het een politiek beladen vraagstuk is. En dat sommige landen gewoon niet willen vastleggen wat die grens is. En ik weet dat er een heleboel theorieën zijn. Ook bijvoorbeeld de von Karman-lijn wordt vaak aangehaald. Maar ik heb ook begrepen dat die grens nogal flexibel is. En dat waar je het meet, dat dat dan weer verschillende resultaten kan geven. Ik denk dat we het erover eens kunnen zijn dat de grens ergens tussen de 100 of de 80 en de 120 kilometer ligt. Maar het is dus niet ergens vastgelegd in een verdrag waarmee iedereen het daarover eens is. Er zijn overigens wel een aantal landen die het in hun nationale wet hebben gezegd. Denemarken onlangs heeft een wet aangenomen en die heeft gezegd, voor ons ligt de grens op 100 kilometer. En als een heleboel landen dat gaan doen, dan kan dat ook weer gewoonterecht worden. Maar ik ben het met u eens dat de natuurwetten natuurlijk van belang zijn. Maar ik weet niet of iedereen het daarover eens is. En ik denk dat deze heren daar misschien meer over kunnen zeggen. Maar daar durf ik me niet aan te wagen. Meningen daarover? Of vind je 100 kilometer ook goed? Ik deel dat absoluut. Dus wij beschouwen eigenlijk de 100 kilometer vanuit de modelleringskant als het einde van de atmosfeer. Hoger gaan we echt niet. Nee. Maar dat heeft ook een praktische reden. Dat heeft een praktische reden. Dus we moeten eigenlijk in ons data-interpretatie
aannemen waar de atmosfeer zit. En dat is bij mij heel praktisch en zeggen 100 kilometer en klaar is het. Ja. Nou, dat vind ik een hele nuchtere kijk, toch? Ja, dit is. Ja. Angelo, daar nog gevoelens bij? Nee. Mars is heel ver. Ja, dat is echt wel in de ruimte. Precies. Hoeveel kilometer biedt Mars? Hoe ver? Oneindig veel ver. Was hoe ver is Mars van ons? Wat een goede vraag. Hoeveel kilometer? Ik weet het niet van buiten. Ja, nee? Ver. Misschien dan de tussenvraag, wat zou je willen eten op Mars? Dat heb ik eigenlijk nog niet gehoord. Ah, wat ik zou willen eten op Mars? Ja, lievelingseten. Ik zou eerst en vooral groenten gaan verbouwen natuurlijk. Groenten. Dat zou ik graag doen. Wat ik al zei, een aantal van die comfortfoods. Brood bakken, dat deden wij tijdens onze Marsmissie ook. En dat vermoed ik dat ook op Mars wel zal gebeuren. Dus, Lekkere broodram. Ja. Hier is nog een vraag. Allereerst dank alle drie voor de presentatie van jullie. Ik kan een vraag aan Angelo Vermeulen over het eten in de ruimte of op Mars. Wordt dan nagedacht over het kweken van vlees? Want kweekvlees is nu heel erg hot in de wetenschap. Redelijk betaalbaar. En ik had een andere vraag. Ik zag dat u verbonden bent aan de TU Delft voor doctoraat ruimtekolonisatie. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, dus eerst en vooral over het vlees. Ja, vlees, het systeem dat ik beschreven heb, het Melissa-systeem, is een vegetarisch systeem. Er is dus geen enkel dierlijke proteïne in. Zoals we allemaal wel weten, is het gebruik van koeien en varkens en dergelijke zoogdieren voor het produceren van dierlijke proteïne enorm milieu-onvriendelijk en zeer inefficiënt. Het kweken van vlees is inderdaad iets waar ik het niet over gehad heb. Dus eigenlijk het laboratoriumvlees. Dat zit in volle ontwikkeling, maar we staan nog heel ver vandaan. Het is op dit moment waanzinnig duur om zoiets te eten. Dus voorlopig zie ik daar nog niet echt direct de toekomst in. Ik vind het eigenlijk veel eenvoudiger om insecten te kweken en te eten in de ruimte. Het voordeel is, je kan die insecten heel makkelijk koppelen aan het Melissa-systeem. Er is sowieso, als je planten gaat kweken en gaat oogsten, heb je natuurlijk altijd bladafval en plantenafval. Daar kan je dan die insecten mee kweken. En het voordeel is dat ze zeer snel kweken en je hebt hoogwaardig proteïne, dierlijke proteïne. Dus mij lijkt het een veel eenvoudige oplossing. Je tweede vraag, de ruimtekolonisatie waar ik rond werk aan TU Delft, dat klopt, daar heb ik het vanavond eigenlijk niet over gehad. Ik had één slide, maar ik heb hem toch niet op ingegaan, omdat het anders te lang zou duren. Maar mijn onderzoek aan de TU Delft gaat eigenlijk voorbij Mars. Dus ik werk rond interstellaire reizen, dus het reizen tussen twee sterren, dus ver voorbij het zonnestelsel. En met een heel team aan de TU Delft bedenken wij concepten voor sterrenschepen. En de grote uitdaging voor het interstellaire reizen is eigenlijk dat je de connectie met de aarde helemaal moet loslaten. Dus je kan op geen enkele manier nog iets van hulp krijgen. Dus je moet eigenlijk volledig zelfvoorzienend zijn. Wat je mogelijkheden biedt om de wereld te herdenken, want zo'n model van een ruimteschip is eigenlijk een geminiaturiseerde wereld. En de oplossing die wij eigenlijk omarmen om zo'n systeem te laten overleven, is dat we principes uit de biologie gebruiken. We maken eigenlijk sterrenschepen, modellen, dat zijn computermodellen, computermodellen van sterrenschepen die groeien en evolueren tijdens de ruimtereis. En die maken gebruik van asteroïden om die te ontginnen en die materialen gebruiken zij om zichzelf te 3D-printen. Ja, dus eigenlijk een combinatie van een aantal technologieën die vandaag de dag in ontwikkeling zijn met een aantal futuristische elementen die we dan in computermodellen gaan testen. Het zijn generaties, inderdaad. Dus het idee is dat je een reis hebt van bijvoorbeeld een 100-tal jaar. En daar maken wij allerlei experimenten rond. Ja. Even een meting tussendoor. Wie zou dat wel willen? Dan kom je echt niet meer terug. En dan ga je de kinderen krijgen in de ruimte. En, ja? We hebben wel een vrijwilliger? Aan het eind van je leven. En dan ja, moeten er nog wel nakomelingen komen natuurlijk. Anders snel klaar. Je had een vraag. Ja, ik bekijk dit iets meer vanuit een filosofisch perspectief, maar ik heb wel een lichte natuurwetenschappelijke achtergrond. Waar ik altijd bekend mee ben, is dat er altijd een sprake is van verlies. Dus bij dat voedselsysteem kan er wel realistisch gedacht worden dat het ooit volledig gaat zijn. Want zeker als je vegetarisch gaat zijn, er zal altijd een tekort aan bepaalde voedingsstoffen ontstaan, lijkt mij. Of gaat de nieuwe aanwas van mensen zeg maar gereduceerd worden tot nieuwe... Ja, hoe moet ik zeggen, kunstmest. Ja. Dat is een hele goede vraag. Hè. Dus het droombeeld van het eindeloos circulerende systeem, dat zou natuurlijk ook het afvalvraagstuk helemaal oplossen en zo. Het lijkt een prachtige oplossing voor heel veel problemen, maar er is inderdaad uiteraard wel verlies. Als we praten over kolonies op de maan en vooral op Mars,
gaan we ervan uit dat er wel een blijvende aanvoer zal zijn van aarde natuurlijk. Het gaat niet zijn dat men volledig gaat terugvallen op zo'n circulair systeem. Dus in dat opzicht wordt het op die manier opgelost. Maar er is ook een concept genoemd ISRU, in situ resource utilization. Dat ook weer aansluit bij het verhaal dat Tanja vertelde. En dat is eigenlijk dat je grondstoffen van ter plekke gaat gebruiken voor allerlei functies. Dat kan zijn dat je de grond van Mars, wat in Wageningen onderzocht wordt, gaat gebruiken om groenten te kweken. Maar nog verder doorgedacht dat je de grond van Mars gaat gebruiken om mee te 3D-printen. En dat eigenlijk die grond van Mars gaat sinteren, noemen ze dat in het Engels. Dat eigenlijk gaat met een hittestraal gaat versmelten en dat je zo architectuur gaat bouwen met Marsgrond, in plaats van allerlei materialen van op de aarde mee te nemen. En dit soort gebruik van lokale grondstoffen zal sowieso een deel zijn van de toekomst van de mens op aarde en zal ook een beetje die problematiek van het verlies van materialen compenseren. Kijk, en misschien dat je als vegetariër ook wel overleeft, toch? Even een vraag aan Jochen tussendoor. Je gaf aan, die tropomie is een fantastisch instrument. Geeft ons prachtige beelden en inzichten in de broeikasgassen. Wordt er al een beetje door politici naar gekeken? Schuiven jullie het al een beetje onder de neus van mensen die daarover gaan? Aan zich proberen we dat wel. Maar het is zo dat het systeem nu eigenlijk pas wordt opgezet. Dus dat die metingen eigenlijk nu worden doorgestuurd naar Engeland, waar voorspellingen worden gemaakt, waar eigenlijk ook de toekomst wordt gesimuleerd. Dus daar zijn we eigenlijk nu mee bezig. En ik denk dat we zo rond, in 8 jaar of zoiets, is het systeem helemaal af en is helemaal operationeel. En dan denk ik, wordt die impact veel groter nog op de maatschappij. Ja, hoe zou het besluitvorming kunnen beïnvloeden? Nou, wat leert het ons extra? Ja, bijvoorbeeld, we hebben het Parijsakkoord gehad. En er zijn natuurlijk afspraken gemaakt over reductie van broeikasgassen. En uiteindelijk is dat altijd een kwestie ook van geld om dat te doen. Dus je moet ervan uitgaan dat sommige landen misschien dat helemaal niet zo willen. En je moet op een objectieve manier kijken hoe je kan beoordelen of landen hun afspraken nakomen of niet. En daar draagt zo'n systeem enorm bij. En ik denk dat dat een heel belangrijke toepassing is. Ja, want anders kunnen ze zich verschuilen achter, we doen ons best. En precies, en ze moeten nationale data geven of ze dat hebben gedaan. Nou ja, wie kan dat dan uiteindelijk echt kijken of het klopt of niet. Maar met zo'n satellietensysteem heb je daar een onafhankelijke, objectieve manier om daarnaar te kijken. Ja. Helder, ja. Je had ook een vraag. Vanuit mijn studie heb ik ook een vraag voor Angelo. Ik studeer diëtetiek en we hebben het eigenlijk net gehad over de eiwitkwaliteit van planten tegenover dierlijke eiwitten ook. En als je de dia's bekijkt, dat is een meeteenheid voor de kwaliteit en opneembaarheid in het menselijk lichaam van verschillende eiwitten, komt eigenlijk alleen een algensoort een beetje in de buurt van de eiwitkwaliteit van vlees, maar daar heb je heel veel water voor nodig. Dus wat zijn ze van plan om als watervoorziening te gebruiken? Want zweet en urine bevat echt heel veel afvalstoffen, heel veel zout. Krijg je dan niet gelijk bodemverzilting zoals ze nu al op bepaalde ontginde plekken in de woestijn hebben hier op aarde? Ja, die algen zijn inderdaad een zeer interessante optie om een deel van de voeding van de astronauten te voorzien. Het probleem is dat algen qua smaak niet zo geweldig zijn. Het tweede probleem bij algen is dat als je algen oogst, je kan ze nog niet opeten. Ze moeten dan geprocessed worden, ze moeten dan verwerkt worden. Dus die algen zijn in beperkte mate interessant als supplement voor de voeding van de astronaut. Er zit inderdaad een hoog proteïnegehalte in. Het hangt een beetje af van soort tot soort natuurlijk. Maar terecht, dan kom je bij het vraagstuk van het water. Het is nu wel zo dat bijvoorbeeld in het internationaal ruimtestation op dit moment rond de 93% van het water gerecupereerd wordt. Dus men heeft ondertussen zo'n gesofisticeerde apparatuur ontwikkeld, waardoor eigenlijk de problematiek van die zuiten en zo eigenlijk wel kan gecompenseerd, kan aangepakt worden. Dus men staat daar toch vrij ver in. De maan is een mooi verhaal natuurlijk, omdat men oorspronkelijk dacht, men heeft het heel lang gedacht, dat er niks, dat het een droge bol was, bij wijze van spreken. En nu beginnen de inzichten daar heel snel rond te evolueren. Vooral in de permanent donkere zones zou er toch wel serieuze watervoorraden kunnen zijn. Men hoopt daarop ook natuurlijk, omdat dat dan eigenlijk de aanzet zou kunnen zijn van maankolonisatie. Op Mars
Ja, daar is het duidelijk, daar zit eigenlijk zeer veel water. Er zit hier zeer veel ijs, waterijs op de polen. Maar blijkbaar zit er ook onder de bodem zelf, op al vrij dicht aan de oppervlakte, zou er ook waterijs aanwezig zijn op bepaalde plekken. Dus op Mars is het eigenlijk op dit moment makkelijker, lijkt het makkelijker om aan water te geraken dan op de maan. Ja, ik had me ingelezen voordat ik hier naartoe ging. Mm-hmm. Het was wel zoutwater ook. Ja, inderdaad. Ja. Dus dat is brine. Soms is het zeer zout natuurlijk. Ja, zoutwater kan op zich ontzilt worden. Dan heb je ook weer de vraag, er zijn twee uitdagingen daar. Langs de ene kant ga je materialen moeten aansturen van op de aarde natuurlijk, de nodige filters en machines. Dat kan, het kost allemaal geld, maar het kan technisch allemaal perfect. En een ander nadeel, los van die afhankelijkheid van de aarde voor het produceren van die machines en die filters en zo, is natuurlijk dat die systemen wel veel energie verbruiken. Dat is ook het probleem op aarde. We hebben zeer veel water en toch is er een waterproblematiek. Ja, dat is gewoon omdat het ontzilten van water zoveel energie kost. Ik vermoed dat men, als men veel energie wil gebruiken voor die kolonies, en dat zal niet iedereen zo leuk vinden om te horen, dat er toch kernenergie op Mars zal gebruikt worden. Er zijn een aantal opties. Dat hoeft daarom geen kernsplijting te zijn. Er kunnen ook op andere manieren kan je kernenergie aanwenden. Maar vermoedelijk zullen bijvoorbeeld de Curiosity rover, die nu op Mars rondrijdt, die grote buggy, de laatste, die wordt ook aangedreven door een vorm van radioisotopen. Dus eigenlijk de hitte die genereerd wordt door materialen die radioactief ontbinden. Dus ook dat toestel is eigenlijk een radioactief toestel. Het wordt nu ook al volop gebruikt. Ja. Dan moeten al die satellieten ook weer gaan meten hoeveel uitstoot er weer van Mars afkomt. Andere vragen nog? Ja, ik doe het even zo. U heeft bij de vrije ruimte ook nog even gesuggereerd dat de gedachte is aan de vrije zee. En die vrije zee die heeft zijn beperkingen, dacht ik. Namelijk aan de kusten van de landen is er een zone van enkele kilometers of enkele mijlen waar een vrije doorgang gevraagd moet worden door andere landen als ze dat doen. Het heeft volgens mij te maken, de oorsprong daarvan is dat die landen de schepen die eventueel vervuiling maken, daar aansprakelijk voor kunnen stellen. En nou vraag ik me af, is daar in de ruimte ook aan gedacht dat je dus boven de landen eventueel een zone kan hebben waarvan de ruimtevaartuigen uit andere landen daar toestemming voor moeten vragen. Ja, dat is een interessante en vraag. En de aansprakelijkheid uiteraard. Van, ja, voor de vervuiling, voor schade aan de ruimte. Ja, dan kom je toch weer bij die vraag van die begrenzing af. Maar het is zeker zo dat het recht van de volle zee analogie kan zijn, parallellen heeft met het ruimterecht. Het zijn beide gebieden zonder soevereiniteit. En inderdaad is een verschil dat je in het zeerecht de territoriale zee hebt. En dat daar dus een zone van, ik geloof 200 kilometer is, waar landen soeverein over zijn. Dus net zoals ze soeverein zijn over het luchtruim, zijn ze soeverein over de eerste kilometers van de zee. En is het alleen die volle zee die niet aan soevereiniteit is onderworpen. We hebben in de ruimte niet zo'n systeem van territoriale wateren of lucht of ruimte of wat dan ook. Maar op zich is het wel een interessant idee waar misschien naar gekeken zou kunnen worden. Maar ik denk wel dat je dan weer toch die vraag krijgt van die kilometers en die precieze afbakening. Waar ik me afvraag of landen daarover eens gaan worden. Omdat, nogmaals, heel veel landen vinden het wel heel prettig dat die ruimte niet aan soevereiniteit is onderworpen. Jochen, sorry, een reactie van Jochen. Misschien iets ook toevoegen hieraan. Zo makkelijk gaat het ook niet, omdat vele satellieten die we willen gebruiken draaien rond de aarde en komen altijd overal wij overheen. En dat is natuurlijk een heel interessante toepassing van ons satellieten. Dus je kan niet zeggen, ons satelliet mag niet over China vliegen of dat is daar en daar. Dat werkt zo niet. Er zijn bepaalde satellieten die hangen over bepaalde plekken, maar de meeste satellieten draaien gewoon continu banen rond de aarde en komen overal weer op een andere plek terug.
Ja, dat zou verdomd moeilijk worden als dat, als inderdaad China zegt, nou, hier niet. Ja, hoe ga je dat controleren? Ja. Ruimte nog voor een laatste vraag. Daarna gaan we lekker borrelen en dan kunt u nog uw vragen verder stellen, hoor. Het is een science café, dus we kunnen zo nog de vraag stellen. Een laatste vraag. En jou de eer. Heel fijn, bedankt. Verstoren al die satellieten die daar nu zo rond de aarde zweven elkaar niet? Die signalen? Ja, een hele goede vraag. Dat is inderdaad kan een probleem zijn. En daar hebben we een internationale organisatie voor die dat probeert netjes te regelen. En dat is de Internationale Telecommunicatie Unie, die in Genève is gevestigd. Dat is een agentschap van de VN. En die geeft aan landen bepaalde slots en frequencies in de ruimte. Daar moet je dus ook melden als je een satelliet wil gaan lanceren. En dan krijg je een bepaalde frequentie toegewezen. En dan word je ook verplicht om te zorgen dat jouw satellietsignaal niet stoort met anderen. Maar ook daar wordt natuurlijk ook wel, er zijn ook wel problemen. En er zijn zeker nu met de concepten van cybersecurity en jammen van satellietsignalen en zo. Dat is ook iets wat zeker gebeurt. En die onafhankelijke monitorcapaciteit die jij net noemde, zou daar ook van belang zijn. Omdat er landen zijn die zeggen, nee hoor, ik doe niks, ik heb niks gedaan. Maar intussen zijn er wel schadelijke signalen. We kunnen satellieten hun televisieprogramma bijvoorbeeld niet in Iran uitzenden, omdat de overheid liever niet wil dat CNN daar te zien is op de televisie of zo. Dus daar is een organisatie voor die daar rechten toewijst en die dat in de gaten houdt. Maar ook daar heb je toch te maken met soevereine landen en is het vaak een politiek probleem wat moeilijk op te lossen is. Ja, Jochen, ik kan me voorstellen dat je daar helemaal niet mee bezig bent. Je zorgt gewoon dat je de beste satelliet bouwt en dat je eigenlijk hier niet zo bij stilstaat. Ja, maar er zijn dingen die zijn natuurlijk wel interessant ook voor ons. Als we bijvoorbeeld debris noemen, wat afvalstoffen in de ruimte. En als je dan een satelliet heeft, ja, eens in de zoveel tijd moet je gewoon even op de zij. En dat wordt heel goed in de gaten gehouden. Wanneer vliegt daar weer een groot stuk afval rond en dan gaan we gewoon echt instrumenten uit. Een paar meter naar de zijkant en weer terug. Dat is dagelijks business, om zo'n satelliet gewoon operationeel te houden. Ja, en zo is er ook een hele industrie die ontstaat om de ruimte schoon te maken met netten en stofzuigers en noem maar wat. Ja. Want eigenlijk alles wat je de ruimte inschiet, blijft daar honderden jaren hangen en het wordt steeds voller. En dus dat, wat ik ook noemde, dat gevaar van botsingen wordt steeds groter. Dus er zijn ook technologieën in ontwikkeling die de ruimte kunnen schoonmaken. ESA, het European Space Agency, is daar ook mee bezig. En ook dat heeft weer een heleboel juridische vragen. Want wie is er verantwoordelijk? Stel dat ze een andere satelliet beschadigen of dat ze een werkende satelliet meepikken omdat ze de technologie even willen bekijken. En daar kan natuurlijk ook een heleboel mee misgaan. Dus, U dacht dat plastic soep een groot probleem was, maar ruimtepuin is ook zeker een heel groot probleem. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie prachtige colleges, voor de vragen die hier kwamen. En ik wil jullie uitnodigen om vooral die vragen nog zo te stellen. Hè. We hebben nog cafetijd, dus doe een drankje en stel nog je vragen. Om jullie een beetje ook van het heelal en de ruimte weer op beide benen naar huis te brengen. Deze zin loopt niet helemaal goed af. 111 plekken in Den Haag die je gezien moet hebben. Dankjewel voor deelname aan Science Café Den Haag. Applaus! Ik wil jullie uitnodigen voor de borrel. Kom in het najaar ook gewoon weer langs. 31 oktober en 18 december hebben we weer Science Cafés over circulaire economie en de toekomst. Dus hou gewoon de website in de gaten. En op 5 oktober is hier in het atrium, de prachtige grote ruimte van het stadhuis, de nacht van de wetenschap. Dus als je toch je telefoon in je hand hebt om die app te downloaden of te installeren voor de luchtkwaliteit, zet ook even die data in je agenda. Nou, bedankt en we gaan nog even borrelen.